Er zit hier een paar voor mijn neus. Kun je jezelf even kort voorstellen? Mijn naam is Pierre Daan. En mijn naam is Manon Stokman. En jullie zijn hier samen vandaag. Wat zijn jullie in het dagelijks leven van elkaar? Wij zijn man en vrouw. Sinds 13 augustus vorig jaar zijn we na 20 jaar getrouwd. En nu zijn jullie van plan om tegen elkaar te strijden in dat goede huwelijk. Gaat dat goed? Ja hoor, dat gaat hartstikke goed. En we gaan het allebei proberen vanavond. En ja, we gunnen het elkaar. Dus ik denk dat we allebei wel de kwaliteit hebben om misschien nog wat verder te komen in het programma. Maar we gaan ervoor. Jullie zijn hier nu eventjes aanwezig. Hoe is de sfeer hier tijdens de opnamedag? Nou, de sfeer is fantastisch. Je merkt wel de spanning. Dat merk je wel. Trouwens, ik heb het zelf ook. Dus je merkt eigenlijk de artiesten dat die toch wel een klein beetje de zenuwen hebben allemaal. Maar ja, ik denk ook dat dat wel een beetje moet, hè Pierre? Ja, zeker. Dat is ook gezond, hè. Er waren in totaliteit, hebben we gisteren gehoord, 4000 kandidaten. Waarvan er nog 120 over zijn. Ja, dat is al geweldig dat je daar al bij zit natuurlijk. Ja, en heel bijzonder dat jullie alle twee erbij zitten. Ja, dat is zeker heel bijzonder. Ja. Ja. Hebben jullie dat nog een beetje gevierd? Tuurlijk. Vieren we elke dag. Ja, wij vieren het leven. Ja. Ja. En dat is ook terug te horen in jullie muziek misschien? Ja, zeker in sommige nummers. Zeker de vrolijkheid, maar ook de droefheid en emotie. Wij zijn allebei emotie. Dat hoort bij ons. Ja, ik hoor het al, de kwaliteiten van echte volkszangers volgens mij. Wat gaan jullie vandaag zingen tijdens audities? Ik ga een heel mooi nummer van André Hazes zingen, Eenzaam. Ja, en ik zing een nummer van Edzilia Romli, Hemel en Aarde. En hoe hebben jullie je daarop voorbereid? Is dat nog samen gegaan of helemaal los van elkaar? Ja. Nou, voorbereid. Wij treden natuurlijk al op door het land. En ja, die nummers hebben we natuurlijk al vaak gezongen. Dus het was een uitkomst dat hij ook op de lijst stond en dat we deze nummers mochten brengen. Dus het is, het is voor ons nog wel een stukje makkelijker eigenlijk. Dus je bent al thuis in het nummer. En met deze ervaring moet dat toch wel lukken, denk ik. Ja, verkijk je hier dan niet op dat je... Ja zeker. Ja, de concurrentie is echt waanzinnig. En alles wat hier zit is gewoon top. Echt allemaal zangers met een bagage. Die al een hoop achter de rug hebben. Wij ook natuurlijk. We hebben al een hoop gedaan door het land. Dus dat zijn allemaal keien. Dus ja. En ik ken er maar 12 van overblijven. Ja, zo is dat. Het wordt heel spannend.